Ik ben Wilco. Ik ben Martine. En ik ben Jonathan. En daar zien jullie het meest westelijke puntje van Afrika. Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie... Vervolgens hier in de kruiwagen leeggooien. Het gaat nog gezellig worden. Kijk, dit gaat natuurlijk nooit niet passen allemaal, maar we gaan het even gezellig bekijken allemaal. Stel je voor dat dat je huis wordt. Dus blijf kijken tot het einde. Hier zijn we aangekomen in Tangje, vissersdorp. Dit is eigenlijk het Urk van Nederland hier zo. Urk van Afrika. Ja, in Nederland is Urk en hier heb je Tangje. En dit is dan echt gewoon zoals het gaat, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Hier worden de vissen gevangen. We hopen straks ook te zien hoe de bootjes terugkomen vanaf de zee. En hier wordt dan ook de vis verhandeld en gerookt. Al die visjes hier liggen te drogen. Hello. Hier liggen de visjes. How are you? I'm fine. Ja. We gaan even kijken. Hier wordt gehandeld. Kijk, we gaan hier naartoe wandelen. Hier wordt wat gediscussieerd en gevochten. Dat is ook altijd leuk. Kijk, en nou hebben we hier dus de vis. Deze jongen komt met een emmer vis aangelopen. En gaat dat dan vervolgens hier in de kruiwagen leeggooien. En zo werkt dat. En nu wordt het weer verhandeld. Is dat een probleem nu? Nee, no, there is no problem. Oh. You don't see that man is just watching. They want to cook after. I just boil it for air. En ondertussen, terwijl de vis wordt binnengehaald en deze schepen al heel veel uren en jaren dienst hebben bewezen, worden ondertussen ook nog bootjes gebouwd. Dat gebeurt hier ook allemaal op de scheepswerf. Wat is dit voor een wood? Dit is van mahogany. You know mahogany? Mahogany. Mahogany, mahogany. It's the strongest timber. Okay. En zo komen er heel wat scheepjes binnen. Iedere dag. Met vis. Wat allemaal op de lokale markten weer verhandeld wordt. Voor het eten van de mensen. Kijk, daar gaan ze. Hoppatee. Met een bak op het hoofd. Rennen. Allahu Akbar. Hier worden nog wat voeten en handen gewassen. Voordat het gebed plaatsvindt. Al de visjes liggen hier te roken. Dat is nog eens een grote porties in één keer. Thank you.
Vandaag gaan we op weg van Gambia naar Senegal. We hebben een taxi gevonden die onze koffertjes kan vervoeren. En ook een chauffeur die hem er nu op dit moment aan staat te trekken. Maar dat valt niet mee met zoveel gewicht. En dan hopen we vandaag met de boot te gaan van Banjul naar Barra. En dan de grens over bij Senegal. En dan naar onze eerste overnachtingsplek om dan morgen, wij leven er wel zijn, naar de Magires te gaan. We zitten nu in de taxi naar Banjul toe. En we rijden nu over een zeer bijzonder weggetje. En het is natuurlijk niet altijd rijden, het is soms ook glijden. Maar we zitten op dit weggetje omdat de weg naar Banjul toe erg veel file heeft. En toen dacht onze taxi, hey, laten we even dit weggetje nemen. Dus zo zijn we op dit weggetje gekomen, op weg naar de boot toe. Na een mooie taxirit zijn we dan nu op het terrein aangekomen waar we de vorige keer moesten wachten. Achter de hekken, daar zo. En nu mogen we daar zelf voorbij. Even wachten tot de boot er is. We zullen zien hoe lang het gaat duren. We mogen nog even de boot niet op, want het is de vraag of dat de auto van onze taxidrijver erop mag. De kans is namelijk aanwezig dat er zoveel opgeladen wordt dat die helemaal niet past. En dan moeten wij nog een ronde wachten. Dus dat wordt even spannend. Dan kan het maar zo een uurtje of wat duren. We zijn benieuwd. Nou, de hekken zijn nu open. Dan komen dus de locals binnen. Waar wij dus de vorige keer tussen stonden. En die gaan nu het schip vullen. En dan is de vraag of er nog een gaatje voor onze taxi is. Zo niet. Dan wachten we tot de volgende boot. Dan mogen wij er nu op. En dan zijn we nog als eerste ook. Nou, dat is toch wel weer bijzonder. We zitten dan toch eindelijk op de boot. Maar nu zal ik jullie 5 seconden geven om te ontdekken wat er niet klopt. Misschien degene die heel goed heeft gekeken, zal ontdekt hebben wat er niet klopt. Maar de boot is opnieuw aan het laden. De mensen komen er weer op, de auto's komen er weer op. Terwijl dat jullie net hebben gezien dat er ook mensen opkwamen en auto's opgingen. Nou, weet je wat er is? Wij hebben de boot gemist. Weet je waarom wij de boot hebben gemist? Omdat we nog 50 cent moesten betalen voor de bagage die in de auto zat. 3 hours later. Nu komen we aan bij de border van Senegal. We komen uit deze taxibus. We staan nu bij de grens van Senegal. Dan worden we overgehuisd in deze auto. Alle koffers moeten in deze auto passen, inclusief ons. En deze prachtige speaker. Gaat die subwoofer ook mee? En dan mogen wij daar ook nog in. Wasmachine. Het gaat nog gezellig worden. Kijk, dat gaat natuurlijk nooit niet passen allemaal, maar we gaan het even gezellig bekijken allemaal. Komt vast goed. Koffer op het dak. Wat is... Ga je nu... Hier. Rook. Rook. Yeah. Yeah. Gambia and Senegal. Nu de koffer op het dak zit, staat mama met nog een heleboel andere gasten voor de auto te wachten op papa die nog aan het instempelen. We zitten in een hele oude auto nu, na een heleboel moeite, vonden we uiteindelijk toch het land in. Echt een heleboel moeite. Hey man! Ja. Maar toch ging het goed.
zijn in Senegal. Ik ben heel benieuwd wat dit land ons gaat brengen. Morgen is dit, die schatten. Daar zien jullie een mangrovebos. En dat mangrovebos ligt naast ons huisje. Het waait heel hard, het is in de hal. En er is dus ook heel veel stof. Gigantisch veel stof. Maar in ieder geval, dit is ons huisje. Hier slapen wij. In dit huisje gaan wij slapen. En weet je wat nou dus het schattige is? Er hangt dus een kleedje voor de deur. Salam! Bonjour! Welkom in ons huisje. Dit is een kleedje. En dit is de toilet. Ja, er is geen douche, want er is geen stromend water. Dus hier komt ook geen water uit. Hier moet je mee douchen. Nee, hier komt geen water uit. Kijk, hier moet je mee douchen. Dat doe je zo, pak hier een emmertje water en dan doe je dat zo over je heen flotsen. Ja, moet je wel eerst die overhoek afdoen. Ja, dat wel. En het liggen onder moskietennet, want zoals je zag zat daar mangrovebos. En mangrovebos betekent monsterachtig veel moskieten. Ja. En niet zomaar moskieten, maar echt moskieten waar je gewoon een bult van krijgt. Dat je denkt van, huh? Zeg maar, op die manier. Het lijkt al donker te worden. Maar dat is waar. Maar niet omdat de zon is ondergegaan, maar omdat de zon achter het zand is. Hier wandelen we. Waar normaal het water staat. Met een dag of vijf zal hier weer water zijn. Iedere vijf dagen is hier water en dan weer vijf dagen niet. En nu lopen we naar de mangroeven. Bossen. Het is eigenlijk omgeven hier door de mangroeven. En dan gaan we op weg naar de tuinen. Het ons vertelt dat hier in de verte van alles verbouwd wordt. Dus we wandelen nog wat samen door het mangrovebos. Er staat vandaag erg veel wind. Maar hier zijn we dus in de tuin aanbeland. Hier is de waterput. Heerlijk. De bron van leven. Hier wordt het water elke keer uitgeput. En dan over de plantjes heen gesproeid met gieters. En ze doen ook alles hier op biologische wijze. Plantjes ertussen. Hello. Plantjes ertussen om zeg maar slakken tegen te gaan. Alles is hier biologisch. Geen giffen. Het is ongelooflijk wat een kennis deze mensen hebben. Als je ook zo met die man loopt te wandelen. Het ene plantje is hier voor, het andere plantje is daarvoor. Kijk, daar is het water. Geweldig. Even uitrusten. Ondertussen word ik teruggeroepen naar Martine. De mensen weten hier, ondanks het harde werken, ook toch altijd nog weer plezier te maken. Ja, Martine moet er ook aan geloven. Moet even een Senegalese dans doen. Oh, oh, oh.
Wie van jullie raadt wat dit is? Een prachtige boom met een heel bijzonder vruchtje eraan. We kunnen even bij Martine kijken, want die maakte zojuist eentje open. Ja, kijk. Let niet op mijn zwarte vingers, want dat komt van de stof hier. En waar lijkt het op? Een cashewnoot. Bomen vol cashewnoten. Nu begrijp je waarom zo'n nootje zo duur is. Die moeten daar geplukt worden. Uitgepeld. Uitgepeld, gedroogd. Soms nog een beetje zout. Voor degene die graag zout op de noot willen. Nou, die is wel lekkerder hoor, met zout. Hier staan we bij de baobabboom. Maar hier zie je stukken van de boom eraf. Waarom nou? Dat gebruiken ze hier als touw. Ik kan het nou even zo gauw niet laten zien. Jawel, ik kan het wel laten zien. Kijk hier. Trek je dit eraf. En dan binden ze daar een stuk touw van. En dan bind je dan weer een kippetje mee. En wat je al niet wilt binden. Zo zie je ook daar aan die boom. En je ziet het bij elke boom. Dat daar zeg maar die stukken zijn afgehaald. Zie je dat? Je ziet een bepaalde laag. Tot daar is het er dan afgehaald. Nou, deze bomen staan hier al jaren. Nou, de bladeren gebruiken ze. Die stampen ze. En daar maken ze dan weer couscous van. Maar ook de vruchtvlees zelf. Je maakt er heerlijke juice van. Of gewoon lekker om op te kauwen. Voilà. Voilà. Boom. Même il y a une autre façon, quand il voit, il met ici. Tu vois, tu mets comme ça. Tu mets là. Tu vois. Comment ça va? Tu vois. Kijk. Wauw. Comme ça. Un stukje touw. C'est pour le cheval. Oui, pour le cheval, pour le zèbre, pour le mouton, vase. Même on fait des hamacs. Tu connais hamac? Hamac. Hamac. Ok. Avec ça, on peut faire comme ça. Nou we toch bij de baobab staan, laten we dan maar gelijk zien wat er aan fruit in zit. Het zit dus in de vruchten, die sla je dus kapot. Om ze te... En dan zit er een pitje in. Maar hier doe je lekker op sappelen, op het schuim. En de pitjes die spuug je uit. Zie je, er zit een zwart pitje in. Je kan er niet op kouwen. Martine zal even laten zien wat er aan pitje overblijft. Ja, dat duurt nog even. Oh, dat duurt nog even. Ik ben benieuwd of die koeien ze ook nog lusten. Heerlijk. De mango. Mango sappen, mango vlees, wat je overal kan krijgen. Waar de mensen hier echt heel veel van genieten en eten. Ondertussen staat de taxi voor. Liggen de koffertjes op het dak en in de auto. Ruimte zat voor een ritje van een uur of vier. Heerlijk. Op weg. Naar de Magirus. We zitten nu dus in een Peugeot. En mama weet heel veel van deze Peugeot af. Ja, mam? Want wij reden hier vroeger ook in. Vroeger thuis hadden we ook een lange Peugeot. Ja. Mama reed vroeger ook in een oude Peugeot. Nou ja, ik zat er als kind in, laat ik zo zeggen. Ja, mama zat er als kind in. En dan gingen ze in deze auto met z'n hoeveel ook weer? Met z'n negenen. Met z'n negenen helemaal naar Zwitserland toe. En nu zitten wij erin. Op weg naar de Magirus. En we rijden door Afrika. Dit is het paard- en wagencentrum. Ja.
Ik heb het donkerbruin vermoeden. Wow! Daar staat hij, boys. Ik ga stiekem alvast een kijkje nemen, jongens. Niemand heeft hem nog gezien. Ik ga even gauw kijken. Oeh, oh, die is vet. Oh. Krekel. Stel je voor dat dat je huis wordt. Oh, yo. Die is cool. Er liggen hier veel donjes op de grond en ik loop op blote voeten. Maar toch? Wauw. Wat een dikke neus heeft een ding, joh. Vet. Een echte magier is deut, joh. Kijk, hè. En de magier is deut. Deze wagens dus. Staat dus bekend. Vroeger, als die door de zandafgravingen, want daar zijn deze auto's voor gemaakt. Met een kiepbak zat er achterop en daar ging zand in. Dat ging over de zandafgravingen. En dan reden ze natuurlijk ook wel eens door een hubbel zand heen. En dan lieten ze altijd, vanwege deze ding, lieten ze een twee bandensporen na en een groef in het midden. En dat groef in het midden noemden ze het slakkenspoor. En dat is deze wagen dus. Ja, ja. Leuk, leuk. Mit ungeheimer Gewalt bricht der Magirus Deutz Allradwagen aus dem Jungwald hervor. Der Typ A7500 Jupiter wird mit einem 170 PS luftgekühlten Deutz Dieselmotor ausgerüstet und ist wegen des bekannt hohen Drehmomentes und gut abgestuften Getriebes auch in schwerstem Gelände einsetzbar. Wird so stabil gebaut, dass selbst extreme Verwindungen ohne Schäden aufgenommen werden können. Diese kurzen und steilen Bodenwellen stellen sehr hohe Anforderungen an die Verwindungsfähigkeit des Rahmens und an die Elastizität der Federn. Im Überschwemmungsgebiet sind nicht ohne Risiko und der Fahrer muss sich voll auf sein Fahrzeug verlassen können. Nanu, der luftgekühlte Dieselmotor wagt eine Flussdurchfahrt? Keine Angst. Dem Deutz Dieselmotor schadet dies genauso wenig wie einem wassergekühlten Dieselmotor. Durch Hochführung der Luftansaugleitungen und des Auspuffrohres sowie durch geeignete Abdichtungen des Motors selbst kann auch ein luftgekühlter Dieselmotor ohne Schaden jede Wasserdurchfahrt wagen. Auch Bäche und seichte Flüsse sind kein Hindernis für einen Magirus Deutz Allradwagen. Hier zeigt sich erst die überragende Qualität des Fahrzeuges. Magirus Deutz mit luftgekühlten Dieselmotoren, einer der besten Lastkraftwagen aus der ältesten Motorenfabrik der Welt. Maar we gaan eventjes even kijken wat er allemaal aan de hand is hier binnen. Kijk. Ik hou altijd van oude techniek. Bijvoorbeeld stoomlocomotieven en zo, daar hou ik altijd heel erg van. Echt. Want dat is gewoon, die techniek vind ik gewoon heel mooi. Maar moet je kijken naar dit paneeltje, dat vind ik echt mooi. Ja, al die telletjes zo en die hendeltjes, knopjes en lampjes, dat is gewoon, daar hou ik van. Geweldig, hè? En dan hier nog een paar buttons en dingen.
Okay, en heb je boven je hoofd gekeken? Ja, daar is een geschutskoepel. Ik weet alleen... Ja, je kan die open. Kijk eens. Zou die echt open kunnen? Lekt die, hè? Of niet? Dat weet ik niet. Let op. Oeh, pas op. Je weet helemaal niet of dat wel kan. Kijk. Wow. Ja, hé. Dan kun je schieten. Of foto's schieten. Dat is nog beter. We zullen even buiten kijken hoe zich dat... Nee, hier is een sleutel. Vertoont. Ja, daar is Jonathan. Nou, Jonathan. Hallo. Dat lijkt erop, hè? Even kijken. Nou, er zit nog een spin. Deze kant zit ook nog vast. Oh ja, dan moet je hierin klikken. Wacht even. Ja, nou, dat hebben we hem eindelijk, maar toch. Hoe ziet het daar van binnen eruit? Dat bewaren we tot een volgende keer. Hij doet het! Zag je die rook, hé? Niet normaal, joh! Die deur kan niet open. Oh, de deur kan niet open. Zo! Het is de eerste keer dat ik hier naar binnen klim, jongens. In de oldtimer Magirus, Duits merker, 1963. 8,5 liter motor. Kijk, er staat op wat wat is. Dus gaan we gelijk maar naar z'n twee. 172 pk. Dit is, neem ik aan, de rem. Die stond er heb op. Je nu van dubbel kruis? Hij moet in zijn twee staan om weg te rijden. Groot stuur. Wat lacht u? Kijk mij gaan rijden, jongens. Geweldig, man. Huh, dit gaat toch perfect? Ja, papa heeft dus zijn droom alleen maar geoefend de laatste tijd. Ja, man is die. En wat dus het leuke is, de cabine waar we in zitten blijft dus recht. Als je bijvoorbeeld een hubbeltje over het, met het rechterwiel neemt, dat maakt dus helemaal niks uit. Want de cabine blijft... Nee, ik zal het maar niet uitleggen. Want de achterkant en de voorkant draaien in ieder geval. Dat zit een torsie tussen. Nou, dat rijden ging in elk geval gewoon heel goed. Voor mijn idee dan, misschien een papa's idee iets anders. En nou wordt er getankt. En er gaat dus 1000 liter in. Maar dat gaan we nu natuurlijk niet doen, hè. We gaan nog lang geen 1000 liter tanken. Maar gelukkig is hier dus de diesel is heel goedkoop hier ook. Dus we kunnen dat wel een keertje doen natuurlijk. Alleen dan... Valt natuurlijk die man die hem vol tankt, valt achterstevoren van de stoep af.
Met zo'n 60 km per uur rijden we in een Magirus Duits. Papa zit achter het stuur. En het werkt perfect. Nou ja, perfect. Het is gewoon lekker. We rijden nu dus lekker met de Magirus Duits rond. En we zullen weer teruggaan naar de plek waar we hem vandaan hebben. Waar die dus ook zo'n jaar lang gestaan heeft. En een jaar lang is die maar 2 keer gestart. Nou, de accu is dus kapot. En die accu gaan wij nu dus vervangen. Gisteravond is papa nog even met die 2 mannen van gisteren op stap geweest om 3 nieuwe accu's te halen. 1 voor in het leefgedeelte en 2 voor onder de stoel om te starten. En om 11:30 was papa pas terug. Maar ja, dat heb je dan in Afrika. En nu gaan we dus deze 2 accu's inbouwen. En dan hopen dat we kunnen starten. Dus de accu's zijn nu weg. En de nieuwe accu gaat er nu in. Batterijen staan erin en nu kan die. Ja, we kunnen hem even starten. Dan kunnen we hem later wel weer. De accu's zitten erin. Mag ik hem op contact zetten, papa? Ja? Ja, op contact zetten gaat hij toch niet meteen. Even, jij bent nu op contact, wacht even. Kijk. Hij staat nu op contact. De volgende starten. Nou, dat is mooi. Dan trapt u de koppeling in. En voor de zekerheid inderdaad. En dan is het starten werk dus heel leuk. Dan draai je dus de sleutel om. Ja, los maar. Dat doe je dus met dit hendeltje. De accu's zijn geplaatst, maar wat is nu dus het geval dat de dynamo het dus niet meer doet volgens de multimeter? Dan moet je dus de motor eruit, moet je motor uit. Kijk, en de motor uit is dus ook heel leuk. Dan laat je hem dus lopen. En weet je wat je dan doet? Dan duw je dus deze... Contact uit. Contact uit. En dan blijft hij gewoon lopen. Maar dan duw je dus deze in. Verder. En dan ja. Is hij uit. Dat gaat super zwaar. Maar het kan wel. Maar wat dus grappig is, is dus dat nu de dynamo, de snaar van de dynamo, helemaal af ligt. We liggen hier nu onder de camper en we proberen de dynamo, of in ieder geval de V-snaar van de dynamo, weer strak te zetten. Maar jammer genoeg hebben we niet het juiste gereedschap. Maar toch, met een bako ertussen en fix kracht zetten, weten we de onderste dynamo op te schuiven, zodat wij de snaar weer wat strakker hebben zitten. Om er op de plek van bestemming achter te komen dat de hele snaar weggevlogen is. Papa stapt net de Magirus uit. En dan stapt hij op een boompje. En die hele zit dwars door de krok heen. Recht in papa's voet. Dus nu wordt hier EHBO uitgevoerd. Want er zit een heel stuk... Zo, Piet, papa is goed ingegaan. Zo, hoe is joh. Dit is er gewoon helemaal zo, tjoenk, ingeschoten. Je ziet ook helemaal dat het niet dik is. Nou, ik hoop dat het in één keer eruit gaat. Oh. Ja, sorry, er moet echt even hoor.
even op je tanden bijten, heel hard. Zo. Hij zat omhoog, recht erin. Tjo. Zit er niet nog wat in nog? Laat het gaan bloeden. Oh. Nou, een lange eerste dag. Willen wij rustig even hier gaan stoppen. Bij een dikke baobab. Om even lekker een kopje thee te gaan maken. En wat op te frissen en lekker te gaan slapen. We dachten, het is vast wel een rustige plek. Maar ondertussen loopt zo'n beetje het hele dorp uit. En die komen allemaal graag even kijken bij deze grote monstertruc. Die toch best wel heel lief is. Even rustig slapen, dat zit er niet bij. De mensen zijn erg benieuwd wat er toch allemaal te beleven valt in zo'n grote truc. Vol verwachting zijn we naar West-Afrika gegaan. Eigenlijk helemaal boven in Afrika. Een heel ander gedeelte dan waar we een jaar geweest zijn. En dan ga je vol verwachtingen ergens naartoe. Je hebt geen idee wat je gaat ontmoeten. Je hebt ook geen idee hoe de Magiris eruit ziet. Je hebt alleen een foto gezien. Een heel klein beetje van de binnenkant. We hadden veel verhalen gehoord. En over de herrie bijvoorbeeld, die er zou zijn in de cabine. En dan ga je ook een beetje nadenken van hoe moet dat nou? En als je dan lang gaat rijden, zou je dan niet helemaal daas worden in je hoofd? Ja. En dan kom je in West-Afrika. En we hebben jullie gezien hoe we van de ene taxi naar de andere taxi gingen. Wat ook ontzettend spannend was. Omdat bij de grens van Senegal door Jan en alle man onze koffers uit de auto werden getrokken. Ja, en zomaar op een auto werden geladen waar wij niks van wisten. We konden hem niet verstaan, want hij sprak alleen maar Frans. Dus hij zei, hij gooide gewoon de koffers in zijn auto en op zijn auto. En hij reed ineens weg. En wij stonden daar nog en we dachten, wat gaat er nu gebeuren? En wij moesten nog naar de douane voor onze paspoorten. Dus dat was allemaal behoorlijk veel commotie. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen en zijn we bij de Magiris aangekomen. Ja, en dat was echt een hele verrassing, want de eerste indruk was echt heel mooi. En toen we ook voor het eerst gingen rijden, toen dachten we, waar is die herrie eigenlijk? Ja. Want ze hadden ons verteld dat je echt gewoon dood zou worden. Maar wij denken van, waar is die herrie eigenlijk? Ja. Want het motorgeronk is gewoon een heel monotoom gewoon geronk van de motor, maar niet allemaal herrie en verschrikkelijk hoog, zeg maar. Dat is het allemaal niet. Het is gewoon goed vol te houden. Maar moet je wel zeggen dat de man die hem natuurlijk, de vorige eigenaar, zeg maar, heeft hem helemaal geïsoleerd aan de binnenkant. Ja, hele dikke isolatieplaten op de grond en tegen de schutbord, zodat het echt... Dat is heel fijn. Heel fijn. Ja. En ja, natuurlijk is het niet zo comfortabel als dat je eigenlijk wenst. Want we zitten eigenlijk zonder elektriciteit. We hebben maar een klein beetje van een accu'tje. Dus het werken is erg lastig. Omdat onze spullen moeten opladen. De laptops en de GoPro's. Ja. En de camera. Dus dat moet onder het rijden gebeuren. Ja. En we hebben geen watertank, geen douche. Dus het is nog een beetje pionieren hoe we alles gaan doen. We koken op een gasfles, maar dat zal allemaal wel goed komen. Maar zo zie je dat je in je leven heel vaak eigenlijk in situaties zit waar je van alles een voorstelling maakt. Als je bijvoorbeeld naar de nieuwe baan gaat, je gaat nachten wakker liggen, hoe zal het zijn en wat gaan we beleven. En dat je je van alles kan bedenken, die je hoofd kunt halen. Maar pas als je echt in de situatie zit, dan weet je pas hoe het echt is. Ja. Dus daar zie je maar weer, dat zorgen maken voor dingen die je nog niet weet, dat eigenlijk verspilde energie is. Ja, dat is belangrijk. Dat is ook echt een belangrijke levensles die je altijd voor moet houden. Als Martine dat zo vertelt, dan denk ik... Ik heb wel eens gehoord dat er mensen zijn die zich aan het voorbereiden zijn voor het geval dat misschien wel lijden komt. He, dus die, denk aan een monnik die zichzelf pijn doet. Voor het geval dat als er dan pijn komt, dan kun je er tegen.
Maar het is belangrijker dat we ons oog richten op God. En daar hadden we het ook juist met elkaar over gisteravond en vanochtend. Over de God van hoop. David zegt op een gegeven moment, maar nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. En God is de God van hoop. En dat lezen we ook zo mooi als we naar Romeinen 15 gaan. Daar staat zo'n mooi vers. In het 11e vers staat, wederom, loof den Heere, al gij heiden en prijst hem al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Jesaï en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Dus op hem zullen de volkeren hopen. Degenen die niet Israël zijn, zullen op hem gaan hopen. Ze zullen toegevoegd worden aan dat Israël Gods. En dan staat er in vers 13, de God nu de hoop, vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heilige Geestes. Boodschap van hoop. Dat is ons verlangen, dat we altijd in die hoop mogen leven, die strijdbare held die over alles heen ziet, naar het eeuwige, dat heerlijke wat God bereid heeft voor een ieder die in hem gelooft. Een ieder die op hem hoopt. En als je op hem hoopt, als je op hem vertrouwt, kom je nooit beschaamd uit. En dan mag je alle dingen van het hier en nu in dat perspectief zien. En of je dan in een Iveco rondrijdt, of in een Magirus, of in wat voor voertuig dan ook, als je je oog op God richt, dan is het goed. En dan is die hoop, is niet zoals wij in Nederland zeggen, oh ik hoop het, of ik hoop erop dat het goed komt. Maar de hoop staat vast, want de hoop is de Heer Jezus. Juist, en die hoop die willen wij verkondigen. En dan mogen we dat in een Iveco doen, dan mogen we dat in een Magirus op dit moment doen. Het verlangen is om mensen in de wereld te bemoedigen. En als je ook dit hoofdstuk leest, Romeinen 15, dan gaat het ook weer om die eenheid. En we weten dat de Heer Jezus gebeden, Vader, ik wil dat zij één zijn. Dus het is het verlangen dat die eenheid rondom, ja in Christus, daar mag zijn. En wij willen die boodschap van hoop uitdragen. En dan is het zo fijn om dan zo in deze Magirus rond te rijden. Te zien dat mensen er blij van worden als ze hem zien, dat ze naar ons zwaaien. Als we stilstaan, dat mensen naar ons toe komen. En op deze manier mogen wij een boodschap van hoop uitleven en uitdelen. Voor ons is de Bijbel het woord, het kompas en Jezus Christus onze hoop. Dus we hebben zeker jullie gebed nodig deze reis. Ja. Dat we straks ook grenzen weer gaan passeren. Dat het ook steeds een zoektocht is naar water. En waar vullen we onze waterkannetjes? Dus we hebben zeker bescherming nodig in de verschillende landen. En doorgangen over de grenzen. Dus dat zijn allemaal gebedspunten waarin we ook jullie gebed vragen. We danken jullie ook hartelijk voor jullie meeleven, voor jullie gebeden, voor jullie berichtjes. Dat is ontzettend fijn. Ja, eigenlijk is het ook best leuk als je daar zo over nadenkt met elkaar. Zo, terwijl Martine dit allemaal zo deelt, denk ik bij mezelf. Het is niet onze Magirus. Het is de Magirus van de Heere God. Maar het is net zo goed als dat wij er naartoe geleefd hebben, hebben jullie er naartoe geleefd. Het is eigenlijk onze Magirus. Ja. En dat is zo leuk om dit zo met elkaar te mogen delen. En wij hopen straks weer veilig in Nederland aan te komen. En die hoop is gericht op God. En wat er ook zal gebeuren, God is goed. Want Hij is altijd goed. Precies. Ja. Bedankt weer voor het kijken. Ja, heel fijn. Dankjewel voor jullie meeleven. Vergeet niet te abonneren. Wil je ons volgen op deze lange reis? Elke week een filmpje is best wel lastig. Want als je in een nieuw land komt, zul je eerst op zoek moeten naar internet. En voordat je dat gevonden hebt, dat duurt eventjes. En we hebben ook van deze keer een paar dagen geen stroom gehad. Een heel klein beetje in ieder geval. Alleen maar opladen voor bijvoorbeeld een GoPro of zo. Dus zijn we blij dat er weer een video online komt. En zo hopen we dat ook in de toekomst te kunnen doen. Ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hai. Doeg. Doeg.